Ik sta in de logistieke gang van het Erasmus MC en het lijkt hier redelijk lustig, maar ondertussen gebeurt hier heel erg veel. Dit is eigenlijk een beetje de backbone van het ziekenhuis. En ik sta hier met René Philipsen. Ja. En je bent adviseur technische bedrijfsvoering. Technische automatisering. Ja, je hebt ook van die moeilijke vragen. Want wij gaan kijken hier achter deze deuren straks naar de warmte-koude opslag. Ja. En die is heel erg relevant als het gaat om onze duurzaamheidsambities. Kun je kort vertellen wat er gebeurt in zo'n WKO? We slaan de koude op in de winter. En ja. In de zomer halen we de koude uit de bronnen. En slaan we de warmte die we boven gewonnen hebben in de luchtwarmingskasten weer op in de bronnen. Okay. Dus ja, daarmee halen we ongeveer 8 megawatt in hoogtijdagen aan koeling eruit. Lucht. Dat is best veel, hè? 8 megawatt. Dat is want normaal hebben wij 4 of 5 koelingsinstallaties nodig. 3 koelmachines. 3. En nu nog maar... En dit zijn de 2 die er ook nog draaien in de grond. Ja, dus dat bespaart ze ongeveer de helft veel. Aan koeling. Het is veel duurzamer getallen als normaal. Ja. En wat is er nou zo bijzonder aan die koelinstallatie, aan die WKO? Dat we de koude uit de grond halen en over de luchtbehandelingskasten heen de warmte eruit halen uit de lucht. Ja. En de warmte weer opslaan in de bronnen. Ja, want koude is heel erg belangrijk voor ons, hè? Ja. Niet alleen om te koelen in de winter, maar omdat we heel veel, dat kan jij beter vertellen. Ja, we hebben heel veel vriescellen, MRI's, CT's en noem ze allemaal maar op. Ja. Die moeten heel veilig, heel betrouwbaar gekoeld worden. Ja. Nou ja, bronnen helpen daar ontzettend bij, want ja, daarmee hebben we in de installatie en de bron en de koelmachines. Ja. Dus ja, we hebben meer mogelijkheden om te koelen als alleen maar een koelmachine. Ja, maar heel veel kritische apparatuur heeft ook koeling nodig om überhaupt goed te kunnen functioneren. Dus voor zo'n ziekenhuis als wij zijn, is dat extreem belangrijk. Ja. En dat het dan duurzamer kan, ook is natuurlijk duurzaam. Alleen maar mooi. Ja. Ja. En wat was er nou, je had recent, was er iets veranderd aan die apparatuur? Ja, we hebben een stukje leiding verbeterd, waardoor we in de winter de warmte kunnen gebruiken voor de koeling. Voor de verwarming van de luchtbehandelingskasten. Ja. Maar ook nog eens een keer kunnen nakoelen met vrije koeling. Okay. Dus we kunnen optimaal koude opslaan in de grond en dat kon voorheen niet. Dus, nee. En dat zit heel diep, hè? 200 meter, 200 meter diep. Het is wel mooi, hè? Want je ziet het bijna niet. En toch is het ontzettend belangrijk voor de vitaliteit van het ziekenhuis. Mooi. Yes. Hey, en waarom is dit zo'n leuk vak wat jij hebt? Ja, je bent niet alleen maar bezig met werkgebouwen, niet alleen met regeltraining, maar je bent bezig met het hele proces. Ja. En dat is het monitoren, het in kaart brengen van problemen, uitpuzzelen. Ja, wat is dan een oplossing? Ja. En daar gaat het toch vaak om. Ja. Hoe kun je energie besparen? Ja, een pomp gaat aan of gaat uit, maar ja, is het wel duurzaam hoe die aan en uit gaat? Ja, ja, dat kun je allemaal zien, meten. En daarin is jouw vak echt wel veranderd, denk ik, de afgelopen jaren. Ja. Hè? Vroeger was het hoe regel ik die warmte en koude goed. Ja. En nu is het hoe regel ik die warmte en koude goed en ook nog eens duurzaam. Ja, hoe verbruik ik zo min mogelijk energie om uiteindelijk wel het doel te bereiken. Ja. En is dat setpoint wat de klant vraagt, is dat wel relevant? Reëel. Wil je het wil? Willen we dat wel? Ja. Mooi. Ja. Want wat zou jou, als je nou, hè, werk hier heel veel mensen die ook graag verstandig thuis met energie om willen gaan. Wat zou jouw advies zijn? Ja, in de zomer eigenlijk iets minder koeling vragen door de temperatuur in je kamer wat omhoog te zetten. Ja. En in de winter wil je minder verwarming leveren. Dus ja, dan de temperatuur een graadje lager. Ja. Misschien wel 2 graadjes lager. Ja. Ja, want dat helpt echt enorm. Hè? Ja, dat helpt echt enorm. Gigantisch. Okay. Dus, mooi. Dankjewel, René. Heel interessant. Oké.